Om ze te laten drogen, leg ik ze op een theedoek in een mand op een donkere, koele plek. Dus dat is binnen bij mij in de berging. Als ze dan bruin en knisperig zijn, zijn ze klaar. Dan kan ik er thee van maken. Stop ik ze in een pot en dan bewaar ik ze tot de winter. Goedemiddag en wat leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag moederdag hier in Nederland en mijn kinderen zijn in het weekend altijd bij hun vader, dus niet bij mij. Dus heb ik alle tijd om een filmpje op te nemen. Nu is het vakantie geweest, dat heb ik jullie vorige week ook al verteld, dus mijn kinderen waren thuis. Ik ben een dag naar Haarlem geweest met Pien. Daar heb ik geen beelden van in het filmpje toegevoegd, maar wel, we hebben heerlijk gewinkeld. We gingen eigenlijk voor wat nieuwe kleren, want dat kind groeit als kool. Maar uiteindelijk hebben we andere winkels bezocht. We hebben twee hammamdoeken erbij gekocht. Want ik gebruik geen gewone handdoeken in de badkamer, maar hammamdoeken van die Marokkaanse. Dat droogt makkelijker af. Dus we hebben er ieder eentje gekocht, ook voor de vakantie. Ik een roze en zij een mintgroene. En een nieuwe ontdekking is Idee Store in Haarlem. Daar hadden ze namelijk deze prachtige boekenlegger van leer. En Pien leest tegenwoordig de boeken van Harry Potter. Dus ja, ik vond dit wel zo'n mooie boekenlegger.
Ook de achterkant is mooi. Hij is ook mooi gewoon als ornament aan de muur. Als je daar een gaatje in maakt. Eigenlijk zonde, dus ik heb hem nu gewoon ergens neerleggen. Maar ja, dan kun je hem ophangen. Ik vond het een plaatje. Dus ja, leuke winkeltjes bezocht. En dat hebben we in de ochtend gedaan. En 's middags lekker thuis in de tuin. Toen heeft ze met haar boek zitten lezen. En kon ik breien. Ik dacht dat ik veel meer breitijd zou hebben deze week. Dan dat ik zou... Dan dat ik eigenlijk heb gehad of genomen. Maar ja, zo gaat dat. Hè? Ineens moet je dingen in het huishouden doen. Of komen er andere projecten tussendoor. Zo is het natuurlijk. Lente, de hele alles ontploft buiten. En ik wandel veel rondjes met Bibi. En ik neem dan steeds mijn mandje mee. En een snoeischaar zit erin. En ook handschoenen voor als ik brandnetels tegenkom. Want vorig jaar ben ik al... Ik ben al een poosje geïnteresseerd in kruiden en planten. En ik weet dat ze heel veel voor ons kunnen doen. En dat we er meer kunnen eten dan we eigenlijk denken en ja, weten. En ik heb altijd in het buitenland gewoond. En mijn moeder deed al heel veel met planten. Zo weet ik dat bijvoorbeeld het witte sap van de paardenbloem is heel goed tegen vratten. Dat haalt het zo weg. En nu is het paardenbloemseizoen. Dus als je vratten hebt, stipt ze even aan. Iedere keer als je een paardenbloem ziet. Dat werkt echt beter dan dat spul van de dokter. Dus ik dacht, als ik ieder jaar nou een paar meer erbij leer. Nou, vorig jaar ben ik begonnen met de smalle weegbree. Want die kom ik hier veel tegen. Fluitenkruid, look zonder look. En ze ook herkennen is leuk om daarmee bezig te houden. En ik heb daar wat boeken over aangeschaft. En zoals ik vorige week ook al zei, wil ik jullie daar wat meer over vertellen en meenemen. Daarin, in mijn keuken. Dus tijdens wandelingen pluk ik nu steeds wat ik zie. Bijvoorbeeld brandnetels voor brandnetelpesto of look zonder look. Ook voor pesto, even door de sla en op wraps. Dus in de koelkast liggen bosjes en bundeltjes met kruiden. En ik heb daar een heel leuk boek voor. Deze geneeskrachtige planten- en kruidengids. Daarin staan de platen van de kruiden. Hoe je ze herkent en ook wat er allemaal voor goeds in zitten waar je het voor zou kunnen gebruiken. Want ik maak ook shampoo bars voor mijn haar en crèmes, calendula zalf. Vorig jaar ook mee begonnen. En olies. En nu wil ik ook dennetop bezoeken om daar weer van alles van te maken. Dus ik dacht dat is misschien ook wel leuk voor jullie die daar geïnteresseerd zijn wat ik dan doe en ja, wat ik vind. Dus ik kweek het niet. Het staat gewoon hier in het park. Of eigenlijk overal waar je komt langs weg kun je het vinden. Dus ik haal heel veel informatie uit dit boek. Internet is handig. Daar volg ik een paar dames die dat doen. En een heer trouwens. Ook een heer. En gewoon je daar een beetje voor interesseren wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Is leuk, vind ik. Dus je ziet straks ook beelden van brandnetelpesto maken met pien in potjes. Was leuk voor moederdag. En gewoon om cadeau te geven. Om iets mee te nemen. Je kan daar van alles aan toevoegen. Fire cider was ik al een paar maanden geleden begonnen. Dat heb ik afgegoten en staat nu in een pot klaar. Dat verhoogt je weerstand. En vanmorgen heb ik lilacs. Ik weet even de Nederlandse naam niet. Geplukt. En daar ben ik een infusion van aan het maken met water. Zodat ik dat kan drinken of straks indikken als siroop. Allerlei mogelijkheden. Dus daar ben ik druk mee geweest. Maar ook, ik heb een finished object. Hij zit hierin. Ik heb hem gisteren afgemaakt tijdens de workshop bij Ilse. Het is mijn mooie sjaal. Van dat prachtige Malabrigo garen. Kijk, hier is het opgebreid. Ik vind die ribbels zo lekker. Ook om zo in te knijpen. Het voelt heerlijk, de garter stitch. En hij heeft dus zo'n kanten rand. Dat zie je alleen niet zo heel goed hier. Helaas, dat komt door het garen. Maar goed, ik vind de kleur heel mooi. En hij is niet zo groot als mijn andere sjaals. Maar ik wilde dat hij zo groot was dat hij in ieder geval rond mijn nek kon. Dan heb je dat brede deel hiervoor. En dan kan je hier nog een knoopje maken, zodat die blijft zitten als ik in keiharde snelheid naar school fiets. Dus dit is hem geworden. Hij zit heerlijk. Het voelt lekker zacht aan. Ik vind de kleur heel mooi. En het garen natuurlijk ook prachtig.
ja, super blij mee. Ik ga hem wel nog een keer maken in dunner draad, zodat je dat leesrandje beter ziet. Maar nu, oh, het voelt zo lekker. En ik dacht mee naar Zweden. Weet je, voor zo'n koude avond of als je aan het water staat en de wind gaat een beetje waaien, dan is dit heel lekker. En je kan hem natuurlijk ook los zo dragen. Of over je schouders heen hangen als extra laagje in je nek. Kan die ook. En dan kan je hem hier met een mooie speld bij elkaar houden. Dus een lekker veelzijdig sjaaltje. Dus die is klaar. Hij heet, voor degene die dat interessant of leuk vinden, die hem ook zouden willen maken. Het patroon is van Oddrow. En volgens mij heet hij de Scalloped Shawl. Ja, de Scalloped Shawl van Oddrow. Dit is hem. En dan zie je hier ook bij het patroon dat als je een dunner garen hebt, dat je dat leespatroon wat duidelijker ziet. Nou, dat is bij mij niet zo. En mijn volgende wil ik ook wat groter maken. Maar ja, ik had hier maar twee bollen van. Dus dit is hem geworden. Zijn die ook weer uit mijn voorraad? Want dat was wel een beetje ook mijn doel dit jaar. Een beetje mijn voorraad opbreien. Nou, dat lukt op deze manier wel. En omdat het een lekker dik draadje was, breidt het ook lekker snel op. Dit is wat ik nog over heb. Dat gaat in mijn restjesbakje voor ja, een ander project waar ik vast nog een keer een bloemetje of iets van kan maken. Want dit is een prachtige kleur voor ja, bloemetjes. Een roos bijvoorbeeld. Of misschien wel een roosje voor in mijn haar. Zo. Dus nog allerlei mogelijkheden. Ik kan mijn tasje ook opruimen. Nu heb ik nog niet gedaan. En ik had hem gebreid op deze pennen van Lieke. Roze. Heel fijn. Volgens mij had ik de 6 mm gebruikt. Dat breide uiteindelijk heel goed voor deze sjaal. Want ik begon op 3, maar dat werd veel te stijf. En nu ja, is die rekbaar en hij is niet geblokt, dus misschien als ik hem blok, dat dan het leespatroon ook beter uitkomt. Want als ik nu al zo een beetje trek eraan, dan zie je het al duidelijker, die gaatjes. Dus wie weet ga ik dat bij uitzondering nog een keer doen. Maar voor nu is die klaar. Niet voor dit weer is het perfect, want nu is het lekker warm buiten. Maar ja, een plaatje van een sjaal. Even kijken als ik hier de randjes wat uittrek. Je het dan beter ziet. Ja, dan krijg je hem iets meer te zien. Dus, nou, dat is hem. Scalloped Shawl van Oddrow. Erg mooi patroon. Makkelijk te breien. Zeker ook voor een beginner. En echt een beauty. Oh, nou, dat laat ik net de kant met het knoopje zien. Zo dan. Dus die is klaar. Die kan bij mijn winterwolletjes wachten totdat ik hem kan dragen. Een andere is deze. Oh. Nog steeds mijn zomertop. Ben ik nog steeds aan bezig. Kijk, hier is die. Hij zit aan elkaar. Verder heb ik daar alleen maar aan rechtdoor gebreid. En ik ben nog niet begonnen aan de achterkant. Dus het staat een beetje stil. Want mijn andere project, daar ben ik wel lekker mee opgeschoten. Ik zei al dat ik misschien hem af zou hebben deze week. Dat is nog niet zo. Dat komt nog maar wel. Deze week gaat het wel lukken. Want ik ben al vrij ver met één mouw. Ik zal hem zo laten zien. Maar eerst gisteren was de hele gezellige Mixed Media Workshop bij Ilse. In haar mooie atelier van Wolschatten in Gouda. En daar begonnen we met een lab te filteren wat om je boekje kon of als kussensloop of waar je het voor wil gebruiken. En daarna, na de lunch, gingen we het 's middags versieren. Nou, het was leuk om te zien dat heel veel dames al een idee in hun hoofd hadden wat ze wilden gaan maken. Sommigen hadden ook al spullen meegenomen, stof, kraaltjes. Vera had een leuke kralendoos, die had ze in een theedoos gemaakt. Vond ik een heel slim idee. En die wilde iets met strand maken, dus die had ook stukjes schelp mee die ze daarop kon borduren en met wat glittergaren de golven. Werd prachtig, die was al bijna klaar toen ze daar wegging. En andere dames hebben geprikvild, die hebben bloemen geprikvild en weer iemand heeft met bijtjes een soort
landelijk tafereeltje gemaakt. Het was zo leuk om te zien wat iedereen maakte, zo verschillend. En ja, toen was er ook nog Hanneke. En Hanneke maakte een lap. En die ging helemaal geen boekje bekleden. Die maakte daar een naaldenetuietje van. Super schattig. Dat stofje had ze dus van thuis meegenomen. En hier zit haar gefilte lapje. Ik zal hem even wat dichterbij laten zien. Dus deze had ze van thuis meegenomen. Uit de kringloop. Het knoopje ook. En daar heeft ze van haar filte lapje een stukje geknipt. En die zat hier, heeft ze er netjes ingenaaid. En nu heeft ze een naaldenboekje. Toen zei ik, oh, die is schattig. Kan je er niet ook zo één voor mij maken? Dan borduur ik wat leuke details bij die van jou. Dus ik was begonnen hier met een hartje. En een lieve heersbeestje vond ik ergens in het potje van Ilse. Die had een schattenpot daar staan. Toen dacht ik, ja, dan moet er eigenlijk hiervoor op Hanneke's eerste priegelboekje of zo. Iets grappigs. Maar ja, ik had geen tijd meer. Ik had alleen dit geborduurd. Of iets met een bloemetje erbij nog. Dus die ga ik nog afmaken. En uiteraard moet er nog een lusje voor de sluiting. Dus die ga ik nog maken. En in de tijd dat ik met die van haar bezig was, had ze er voor mij ook een gemaakt. Ook super schattig. Met een filte binnenkant. Dus hier kan ik mijn naalden in bewaren. Daar ga ik ook nog wat op borduren. En ook deze moet nog een sluiting hebben. Maar hoe cute is dat stofje? Dus dat heeft Hanneke zo even zitten maken. Echt super schattig. Mijn eigen naaldenboekje. Dus daar ga ik ook nog wat op maken. En dan voor 4, over 2 weken, dan geef ik hem weer aan haar terug. Dan moet hij af zijn. Dus dat wordt het project voor deze week. Als ik mijn trui af heb. Ik ben ook nog steeds op de achtergrond bezig met het Kauni-omslagdoek. Maar die kan ik niet laten zien, want daar is anders veel te veel van het patroon zichtbaar. Misschien een volgende keer. Maar dan mijn pronkstuk. Mijn trui. De Alpine Bloom Tee. Maar ik maak er een trui van. Oh, hier maakt mijn hart het nou een sprongetje van. Dit is zo'n mooi patroon. Even kijken hoor, dat de draad niet breekt, want het is een hele dunne draad. Kijk, dit is hem. Met de kant en rand hierboven. Ik ben al klaar met het lijf. Ik heb hem hier ook al afgekant. Ik weet ook dat hij past. Hij is wat aan de grote kant, maar misschien als ik hem een keertje was, dat hij dan wat kleiner wordt. En ik maakte me een beetje zorgen over de mouwen. Want als je dat zo ziet, werden ze pas vrij laat gesplitst. Of dat goed kwam, want mijn arm zit hier. Dus ik dacht, ja, komt dat wel goed? Maar ja, je moet het patroon afbreien, want je kan niet ineens hier stoppen. Dus voordat ik hem aan heb getrokken, ben ik eerst verder gaan naar beneden. Ik heb gewoon een 2x2 ribboard gemaakt hieronder. Dat is het makkelijkst en dat is tot nu toe het enige bord wat ik weet. En ik vind het bij zo'n trui waar er hier heel veel gebeurt ook mooi. En een beetje een brede gemaakt. Want ik wilde geen naveltruitje, maar ik wil ook geen hele lange grote trui. En nu ben ik bezig met de arm. En ik denk dat die eerste al bijna af is. Dus ik zal hem even aandoen. Ik dacht dat doe ik in het filmpje, dan kunnen jullie dat ook zien. Ik weet niet meer wat de voor- en de achterkant is. Volgens mij maakt dat bij deze trui ook niet zo uit. Ik heb de mouw aanzienlijk verkleind. Even kijken. Nou, de lengte van de trui ben ik heel blij mee. Het is de bedoeling dat het een zomertrui wordt. Die ik dus over mijn zomerse jurk heen kan. Straks in Zweden. Dus hij moet niet te strak, maar dit is wel heel los. Dus daar moet ik nog even wat op vinden. Dit zou ik mooier vinden. Nou, en zoals jullie zien is de mouw perfect. En hier had hij wat eerder kunnen stoppen en afgezet. Of afgekant. Misschien komt dit nog met het blokken goed. Ik heb extreem geminderd, want ik wilde niet zo'n hele grote slobbermouw tot het eind. Deze sluit beter aan. Dus ik heb de S-mouw uit het patroon aangehouden. En ik ga er nu nog een boord aan breien. Zodat dat lekker over je handen valt.
Erg mooi kleurtje. En dan deze mouw. Dus nou, deze komt vandaag wel af. En dan heb ik een prachtige trui. Want hoe gaaf is die? Ik vind dit ook erg mooi. Die kanten rand. En deze kleurtjes. Dit stuk is wel dikker dan daar beneden door dat inbreien. Maar goed, dat is niet erg. Dan bloest die hier beneden op. Ik weet nog niet of ik dit per se zo mooi vind. Je ziet echt wel heel erg dat ik heb geminderd. Zie je dat? Misschien blokken. Oprekken. Ja, denk toch blokken. Nou, het is mooi weer buiten, dus dan is die zo droog. Want je begrijpt dat ik hem ook aan wil dan. Om even te kijken hoe dat zit. Maar ja, het was een leuk patroon om te breien. Ik ga hem zeker nog een keer maken in een andere kleur. Misschien andersom. Dus roze trui en dan paars ingebreid. Maar voor nu ga ik eerst van deze genieten. Want ik ben er best een poosje mee bezig geweest. En vandaag komt hij gewoon af. Dat vind ik nog het leukst. Op moederdag. Een cadeau aan mezelf. Dus ja, heel heel blij mee. Staat ook leuk op deze jurk. Ja, prachtig. Dus nou, dat was het alweer voor vandaag. Niet zo heel veel gebreid. Wel heel veel gedaan. Maar daarvan zie je filmpjes. Veel gewandeld in het bos. Want het keuken of bos is nu zo mooi. Daar staan van die oude bomen. In dat frisse groene blad. Grote oude stammen. En ik kom daar graag met Bibi. Het is maar een klein stukje van hier. Helaas kan Bibi niet mee op de fiets. Dus we moeten met de auto. Maar je kan daar zo lekker wandelen. Ja, echt genoten. Dus ja, dankjewel voor het kijken. Ik ga een hele drukke week tegemoet met 5 dagen werken deze week. Het meifeest op de vrije school. Daar ga ik ook proberen wat beelden van te maken. Ik weet nog niet hoe dat moet met privacy met de kinderen daar. Maar ja, het is wel leuk om te zien met de meiboom en de dans met die linten. Dus dat is van de week, dat is vrijdag. En morgen natuurlijk gewoon mijn klas. En dan Winfort ook nog tussendoor. Ja, en dan is het alweer de laatste periode voor de zomervakantie. Het gaat zo'n jaar toch hard. Nou ja. Dankjewel voor het kijken. En tot volgende week. Dan maak ik weer een leuk filmpje voor je met alles wat ik doe in een week. Stel vooral vragen of als je tips hebt voor me, hoor ik die ook graag. Maar voor nu, geniet van de zon en het heerlijke weer. En ik zie jullie volgende week. Dat is wel weer verder. Oeh, is wel koud. Nee, grappig, is het niet. Hoe lukt het? Het ziet maar weer gevleubelde Frans. Gevleubelde Frans? Ja, gevleubelde. Oh, ja. Ja, maar je hebt hiervoor toch op school gezeten? Ja. Dat moet je dan wel weten, toch? Dus ze weten het ook, maar soms lukt het niet. Bianca? Ja. Wat een dotje ben je. As he left the house, he got into his car
and back out of number 4 drive. It was on the corner of the street that noticed the first sign. Ik heb dus soms een doodvermoeiend hoofd. Dan bedenkt het wat ik op een dag wil doen. Dan maak je een plan. Hè. Vandaag wil ik bijvoorbeeld breien. En dan sta ik in de keuken een cracker te eten met brandnetelpesto. En dan bedenkt mijn hoofd ineens. Wacht eens even. We hebben toch altijd een ruimtegebrek hier met aanrecht. Want ik heb alleen deze twee stukjes. En dan zie ik daar een kastje staan. Ik zeg, als ik dat nou eens omklap. Dus mijn hoofd bedenkt allerlei dingen. En ik kan dat dan niet laten rusten, dan moet ik dat gaan uitvoeren. Dus je raadt al wat ik zo meteen ga doen. Maar eerst even deze mooie bloemen die ik heb geplukt onderweg in deze prachtige kan doen. Dan kan ik ook wat op dat aanrecht zetten. I'm happy.
Hier ga ik zuurdesembrood bakken. Daarvoor heb je een starter nodig die je moet voeden dagelijks. Je kan ze vinden op Marktplaats of misschien is er wel iemand in de buurt die ook zuurdesem bakt. Want door het voeren van de starter krijg je steeds meer en dan moet je wat weggooien. Dus dat stuk van de starter kun je ook uitdelen of iets anders van maken. Nou, als je de starter hebt, kun je brood bakken. Dat ga ik hier doen. Eerst het water in de kom, dan de starter. Dan maak ik even mijn restjes bloem op. Ik heb een kilo nodig in totaal, want ik ga 2 broden bakken voor de workshop van Ilse bij de Wolschatten. Op mijn nieuwe plek. Dan moet er ook nog wat zout bij. En dit is best een lang proces, want ik ben op donderdag al begonnen. Donderdag voer ik dan mijn starter extra, zodat ik genoeg heb om 2 broden te bakken. Op vrijdag maak ik dan het deeg, dat is vandaag. En dan op zaterdag kun je de broden afbakken. Maar ja, er is niks zo satisfying als je eigen gebakken brood uit de oven halen. Hier gaat het zout erbij. To bake sourdough, you need a starter. I need to feed mine, because I emptied the jar. Just gonna add salt and then...
denken, is dit een goede tip tegen slakken? Takken met stekels eraan, langs de dahlia's leggen. Dan komen ze er niet door. Dappere slak die er dan nog door komt. Oh, Bibi wel. Kom maar eens uit, Bibi. Kom. Dit is het mooie atelier van Ilse van Wolschatten in Gouda. En dit is tijdens de workshop van zaterdag Mixed Media. Hier geeft Ilse uitleg over het filten. Want we moeten eerst een lap maken die rond het boekje past. En daarna kunnen we aan de slag. Want het filten is nogal een bepaalde techniek. We doen hier nat filten. Dus ze gaan zo kleurtjes uitkiezen van de wol die ze willen. En die leggen ze op hier in dunne stukjes naast elkaar. Op een ondergrond, want daar filtert het dan makkelijker aan. Dan heb je gelijk een dikkere laag. En die gaat dan later om het boekje en wordt dan versierd. Heel leuk. Enig. Ik blijf het maar zeggen. Ik ben eerst zo mooi. Ik kan ergens in blijven hangen. Ik kan in de super. Ik zit helemaal naast de zin. Oh, hier ook. Waar is het? Ik snap het niet. En ook als je tussen er gewoon even lekker aandrukt. Zo. Dan heb ik gewoon. Van een olifant. Van die windlichten gemaakt. Ze hebben we gewoon buiten allemaal gedaan. Ja, het zou een mooi weer worden, maar ja. Ik wil wel echt zeker weten dat we het doen. Oh, heel leuk ook. Veel verschillende. Het ziet er wel erg leuk uit, zoals ik kan zien. Ja. Ja, het is ook echt heel leuk. Kijk eens, slim, jullie weten het allemaal. Dus, Emma. Ja. En? Ja, dat weet ik maar niet zo goed. Oh. Ik vind het eigenlijk allemaal zo leuk. Nee, dit helpt toch? Ja, dat is mooi. Kijk even als ik kaartje en vinden jullie dit een leuk stukje? Maar dit vind ik ook weer zo'n spannend stukje. Mm-hmm. Hier. Of ik ga gewoon een bankkleed maken. Ook al. Maar dan houdt zich gewoon niet aan het contact. Nou, het eigen houdt zich. Nee, nooit. Ik heb daar nog een huis. Het is wel heel mooi. Mm-hmm.
Oh, deze tijd van het jaar is het bos zo mooi. Knalgroene blaadjes. Je hoort de vogels zingen. Heerlijk om doorheen te wandelen. Wij zijn hier in het Keukenhofbos. Ik moest Bibi even een beetje motiveren. Die had niet zo'n zin. Die vond het eigenlijk wel lekker thuis op de bank. Maar eenmaal in het bos. Die lucht van die avond. Heerlijk. Tijdens mijn laatste wandeling vanmorgen vond ik deze bloemen nog. Daar ga ik een infusion van maken. Ik heb een pot gevuld met koud water en daar doe ik al die blaadjes in. Die laat ik dan een nacht staan en dan heb ik morgen natuurlijke limonade. Dankjewel voor het kijken ook deze week weer. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot volgende week. Heel veel plezier en ik hou van jullie. Doeg!